hebben vorige week zitten kijken toen hij aan het streamen was vanuit zijn café. Het was zo ontzettend leuk. Het was echt een feestje. En we zeiden tegen elkaar, wat kan hij dat goed, hè? Dus ik vond het eigenlijk wel leuk om daar even mee te beginnen. Hallo lieve kijkers naar Vera Vlogt. Welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga jullie eerst even bedanken voor al jullie leuke reacties. Wat zat er in mijn vlog vorige week? Bijvoorbeeld die lama's, dacht ik. Leuk dat jullie daarop reageerden. Alkapa's zijn het. Weer wat geleerd. Hartstikke leuk. Sowieso leuk jullie reacties. Want ik vertelde ook over de autoluwe binnenstad van Amersfoort. Toen kreeg ik bijvoorbeeld van een van jullie een reactie van, nou, ik ben daar helemaal niet zo blij mee. Ik vind Amersfoort is geen museum en laten we het vooral levendig houden. En het is ook voor heel veel mensen ongemakkelijk. Nou, dat vind ik ook leuk, zo'n reactie. Want dan denk ik, ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Dus blijf dat vooral doen, hè, jongens, meisjes. Reageren op mijn vlog. Welkom bij mijn nieuwe vlog. En dan loop ik in het Randebroekerbos. En dan kom ik deze twee dames tegen. Hallo, wat zijn jullie aan het doen? Wij ruimen afval op uit de natuur. Wat goed. En ik heb onderweg meer mensen gezien. Is dat vandaag een actie? Nee, niet per se. Ik heb het ook wel eens eerder met vriendinnen gedaan. En zij deden wel mee aan een actie. Hoe heet je? Ik heet Anne. Ik ben Jeanette. En Anne is mijn dochter. Ja. En zij kwam met het idee van zullen we afval gaan opgraven. Ja. En jou hebt de laatste week al vaker gedaan met vriendinnen, hè? Ja. Kom je nog hele bijzondere dingen tegen? Of, nou, we hadden, wel veel. Ja, we hebben heel veel. Kijk, dit is bierflesjes. Nog geen half uurtje. Een zak van de McDonald's. En er zat ook gewoon nog een bonnetje bij. Dus we kunnen diegene ook gewoon bellen. Vol met afval, hè? Ja. 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 En wat ons opvalt als wij wandelen, dat er zoveel mondkapjes op de straten liggen. Ja. Ja, we hebben er nu één opgehaald, maar er liggen er echt veel inderdaad. Eén zakje met drie mondkapjes. Soms zal er eens eentje per ongeluk misschien uit de zak vallen, maar ik denk dat ze ook gewoon dingen achterloos worden neergezet inderdaad. Ja. Ja, ik vind het hartstikke goed wat jullie doen. Ja. Succes nog en geniet ook van het lekkere zonnetje een beetje. Het is nuttig en aangenaam om te doen. Ja. Dank jullie wel, hè. Oké, graag gedaan. Dag. Doei. Mooie dag verder. Oh. Zie je dat? Dat is de Rubensbaan daar gewoon. Dat is onze ijsbaan. Oh, daar hebben we toch heerlijk geschaatst met de kinderen? Zeker. Maar ja, nu, als het nu vriest, mag je toch niet met z'n 300 lekker op een baantje. Nee. En dat is wel sneu. Het is wel een prachtig park, hè, eigenlijk. Het is mooi. Het park Randebroek. Ja. En daar de ijsbaan, rechts. En links ligt Huizen Randebroek. Ja. Ik denk dat we het doen. Beetje kopen. Het is vandaag weer de 10e, hè? Ja, staat you zo. Never know, you never know. Ja, we houden moed. Wat hadden we vorige keer? 000, geloof ik. Nee, 5. Oh, 5. Kijk, hier heb ik veel gevaar op dit stukje. Met de waterlijn. Met de waterlijn. En dat is zo... Kijk, de crossboot. Nee, maar dat is een heel erg leuk stukje om te varen, hoor. Zodra de waterlijn weer vaart, ga ik daar weer een keertje mee. Ga je dan mee? Waar gaat het water naartoe dan? Volgens mij uiteindelijk naar kinderboerderij de Vossenheuvel. Is dat water dat op de Eem uitkomt? Ja, nou moet je niet van die lastige vragen gaan stellen. Ja. Hey, leuk hè, die mensen die vuil lopen te prikken. Dat is toch hartstikke leuk hè, dat ze dat doen. Het is ook erg dat anderen het vuil moeten opruimen wat zomaar neergepleurd wordt. Zo is dat ook, Hoe kun je nou in zo'n mooi park een hele McDonald's zak met oude frieten neergooien? Bizar hè. Er is dus wel iemand aan het schaatsen, zie je dat? Het vriest dus toch een klein beetje. Ja. Oh, ja, het gaat is ook maar een weer af. Hij staat proberen. Ja, dat is maar een heel dun laagje natuurlijk. Zou ik het nog durven, denk je, als het zou gaan vriezen? Oh, ik zou dus... Je durft het wel, maar of het verstandig is, weet ik. Dat is een tweede. Achtjes draaien, weet ik niet of ik dat nog durf. Maar... Nou, dan draai je viertjes. En die van jullie? Ja. Wat leuk. Jullie staan op de film, is dat goed? Waar komen we op? Is er zo'n video's? Ja, YouTube. Vera Vlogt. Vera Vlogt. Vera Vlogt. Vera Vlogt. Vera Vlogt. Dag, dag. Veel plezier! Ja, leuke dingen hè, zijn er. Oh, dat is lekker. Honden zijn zo niet vies van voor water. Hij staat een beetje te kijken van de... Dat moet toch ook kut zijn, lijkt me. Maar die gaat niet echt eens... Lekker, zo. Maar die gaat niet echt het water in, zie je dat?
bal. Dat doet hij niet. Hij staat een beetje te staan, hè? Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Ja, van wie was het ook weer? Van Michel van der Plas. Nou, dan gaan we opzoeken thuis, want hij is wel leuk. Nou, gezellig. Lekkere wandeling, hè? Zeker. En je moet natuurlijk wel even omkijken, hè, als ik zeg lekkere wandeling. Lekkere wandeling, hè? Zeker. Hoeveel stappen heb je? 75, 71, 72, 73. 65, mooi, 73. Ja, uit Marbella. Uit Marbella? Ja. Oh ja. Met blauwe veters. Ja. Echt leuke schoenen. Ja. Nou, okay. En ze lopen heel lekker. Ook dat nog. Een bijzondere tak hangt daar zo dwars over het water. Het is echt wel een heerlijk park om te lopen, hè? Ja, dat kun je ook wel zien. Zijn we hier niet eens op een soort Pinksterfestival geweest of zo? Ja, ja, ja. Ja, ja, hè? Dat is lang geleden. Ja. Dat is lang geleden, hè? Dat is lang geleden. Ja. Daar ziet het er nog heel mooi uit, Huizig aan de Broek. Nou ben ik wel hartstikke blij dat we thuis zijn. Deze week is mijn vlog online gekomen bij KBO-PCOB, de ouderenorganisatie met Sjoukje Dijkstra. Ik zal de link hierin ook even zetten, voor het geval jullie daar nog niet naar gekeken hebben en er wel graag naar willen kijken. Daar was ik dus toen ik in Brabant was. In Someren, want daar woont Sjoukje Dijkstra tegenwoordig. God, wat was dat leuk. Nou. Benieuwd naar het gesprek? Dan moet je even de link volgen naar Vera Verrast bij KBO-PCOB. Eigenlijk wil ik deze vlog vandaag online zetten, want het is nu zaterdag. Maar er is sneeuw voorspeld. En daar wil ik toch eigenlijk wel even op wachten voordat ik deze vlog online zet. Want ja, een paar beelden uit de sneeuw in Amersfoort, die wil ik toch eigenlijk wel graag meenemen. De eerste sneeuw blijft wel een beetje liggen, maar het mag nog niet echt een naam. Ik kan de sneeuw wel uit de lucht kijken. Gek is dat, hè? Ik lees dat meer op Twitter en zo. Mensen die helemaal zitten te verheugen op een beetje sneeuw. Nou, het is ook wel leuk natuurlijk. Oh, daar sta ik dus te bibberen op een kom. Hey, kijk, het is eigenlijk best wel mooi naar buiten. Zeker. Wat gaan we doen? Gaan we nog wandelen of niet? Nou, ik vind het wel koud. Het is wel koud, hè? Koud en glad. Het is aantrekkelijk om erop uit te gaan. En aan de andere kant is het nog aantrekkelijker om thuis te blijven. Om lekker binnen te blijven. Maar ja, het heeft wel mooi gesneeuwd. Kijk, onze echte geranium heeft sneeuw. Er legt sneeuw op de geranium. Sneeuw op de geranium. Nee. Wat doen we? Blijven we binnen? Ik heb wel de hele dag gezegd, als het gaat sneeuwen, ga ik naar buiten. Ja, hij staat al buiten. Dan ga ik kijken naar de besneeuwde koppenpoort. Ja. Toch maar niet. Ik sta nu al te bubberen. Gaan we naar buiten? Gaan we de sneeuw in? Nee, gaan we niet doen. Veel te koud. Ik ga lekker naar binnen.